Ik snap het niet dat je zoiets kunt doen. Ten slotte, het is voor de mensen te amuseren. Het is amusement. Het is topamusement dat we hier gaan brengen. Dus waarom willen we dat zoiets kapot maken? Ik snap het niet, maar het is geen kanten. Rudy is er niet goed van. In heel Niel hangt er bijna geen enkele affiche meer van zijn Ruppelfestival. Ja, hier aan deze paling om bord. Aan die paling om bord. Het is al het verkeer dat vandaar kwam hier niet. Dat konden we allemaal zien. Allemaal afgerukt. Aan de overkant hingen ook nog borden. Alles is weg. Meer dan 50 waard er in totaal. En dus moet Rudy nu zelf opnieuw aan het plakken gaan. Het zijn tranen van verdriet. Hebben mij nog nooit belogen. Houdt Niel dan niet van het Vlaamse Charmelied? Ja, natuurlijk houden ze hier niet van het Vlaamse Charmelied. Ik doe hier jaarlijks ook altijd een bal. Ik heb toch P300 man. Zonder problemen, dat is altijd rap uitverkocht. Als ze iets doen in Niel met Vlaamse zangers, het is altijd een succes. Denk dan aan de zon en zing dit lied. Hey. Welke snoodaard heeft de affiches van het Ruppelfestival verwijderd? Niemand in Niel weet het. Al zijn er wel beelden van de crimineel in volle actie. Want het duurt toch maar even. We hebben een camerabeeld. Maar spijtig genoeg, je ziet die man wel een bord afbreken en wegtrekken. Je ziet hem weggaan, maar je kunt zijn gezicht niet zien. Wie heeft het gedaan en vooral waarom? De Vlaamse slagerwereld blijft toch wel wat in shock achter. Dat je wegging zonder mij, ik was meer alleen. Raakt dit je? Ja, natuurlijk dat het mij raakt. Er is zoveel werk en tijd ingestoken. En nu, op amper 2-3 weken voor het evenement, trekken de mensen dat gewoon er allemaal af. Dat raakt me zeker, heel diep.